Welkom bij deze video, super leuk dat je weer kijkt. Wil je nou een nieuwe hengel gaan aanschaffen, dan kan het wel eens zijn dat je een beetje overweldigend raakt door het aanbod wat er zowel in de winkel te krijgen is. Om jou nou te helpen en juist keuze te maken, gaan we een serie korte video's opnemen. Waarbij we per techniek en per vissoort gaan uitleggen wat nou voor jou de meest geschikte hengel is. En in deze video zoomen we in op kunstgrashengels voor op en aan het zoute water. Nou, waar ga je nou op letten als jij die winkel binnenstapt en je bent op zoek als visser naar een geschikte kunstgrashengel voor de visserij op het zoute water? Dus de kustwateren die we bijvoorbeeld hebben in Nederland en België. Jij zoekt gewoon een mooie hengel om bijvoorbeeld te gaan zeebaarsen aan de kust. Waar gaan we nou op letten? Nou, het zijn weer die drie punten die we al eerder herhaald hebben. Dus lengte van de hengel, actie van de hengel en werpgewicht van de hengel. Qua lengtes voor de visserij met kunstgras op het zoute water gebruik je in de regel hengels variërend van een lengte van 2,30 meter oplopend tot circa 3 meter. Nou, die lengte die kies je eigenlijk afhankelijk van de techniek die je toepast bij die visserij op het zoute water. Vis je bijvoorbeeld veel vanuit de boot, dan is een wat kortere lengte wel erg prettig. Dus denk daarbij aan een lengte van 2,30 meter oplopend tot circa 2,50 meter. Vis je nou veel vanaf de kant, dan is een wat langere lengte erg prettig. Dus denk daarbij aan een lengte van 2,70 meter, 2,90 meter. Vis je bijvoorbeeld veel over obstakels heen, heb je veel riet, heb je mosselbanken, heb je blokkendam bijvoorbeeld waar je vis overheen moet trekken. Kies dan vooral voor een iets langere hengel van 2,70 meter of 2,90 meter. Het werpgewicht van een hengel laat je eigenlijk een klein beetje afhangen van de locatie waar jij aan het vissen bent. Dus je moet je voorstellen, stel dat jij een mooie krip aan zee hebt gevonden die echt aan de kust ligt, waar je relatief weinig stroming hebt, ondiep water, dan kan je een wat lichtere zeebaarshengel gebruiken. Dus denk daarbij aan gewichtsklasse 7 tot 40 gram ongeveer. Want jouw kunstgras is gewoon een stuk lichter van gewicht. Je hebt dan minder stroming, ondieper water, dus je kan gewoon een lichtere hengel gebruiken. Ga je bijvoorbeeld vissen op water waar je een wat sterkere stroming hebt. Dus denk daarbij aan sterk getijdenwater, getijdenstroming, dieper water. Water waar je een grote afstand wil gooien. Water met veel obstakels erin, waarbij je zeebaarsen over blokken heen moet trekken, door waterplanten heen moet trekken. Denk daarbij aan een hengel met een wat zwaarder werpgewicht. Dus denk daarbij aan een klasse variërend van 70 oplopend tot 100 of misschien zelfs wel 120 gram. Volgende punt wat ik wil belichten voor het kiezen van de juiste kunstgrashengel voor het zout water is de actie van de hengel. Ook zeker belangrijk bij het maken van de juiste keuze. Waar gaan we nou op letten qua actie bij deze hengels? Zijn eigenlijk twee aspecten die ik wil uitlichten. En dat is de gevoeligheid van de hengel. Dat is heel belangrijk. Dus je moet echt kunnen voelen wat je aan het doen bent bij een kunstgrashengel. Ook bij de visserij op het zout water. Dus ook die hengels moeten een hele gevoelige top hebben. Dus je moet kunnen voelen als je kunstgras wegzet en het landt op de bodem. Dat je bijvoorbeeld iets van mossels raakt onder water, dat je obstakels raakt. Maar ook als je een keer wier oppikt, moet je gewoon allemaal heel feilloos kunnen registreren met je hengel. Ook een aanbeet natuurlijk van de vis moet je gewoon heel fijn kunnen registreren. Wat daarbij ook een heel erg belangrijk aspect is, is de ruggengraat van de hengel. Je kan je voorstellen, een zeebaars of sowieso een zoutwatervis is een stuk explosiever ten opzichte van een zoetwatervariant. Het zijn gewoon hele sterke, hele krachtige vissen. En je moet gewoon met je hengel genoeg blocking, genoeg stopping power hebben om die vis af te kunnen remmen. Op het moment dat jij zo'n grote zeebaars haakt bijvoorbeeld en die wil wegschieten tussen kelp of tussen blokkendammen of zo, dan moet jij gewoon die vis kunnen afremmen. Dat vraagt gewoon van die hengel dat die gewoon ontzettend veel ruggengraat heeft om die vis te kunnen stoppen. Speciaal voor de kunstgrasvisserij op het zoute water hebben we bij Spro een serie hengels ontwikkeld, genaamd de Spro Spectre Finesse C-Spin. De Spectre C-Spins onderscheiden zich ten opzichte van de Spectre Finesse Spin hengels met een aantal kenmerken. Ten eerste zijn de ogen van roestvrij staal en voorzien van een extra coating. En ten tweede zijn de ogen op de top voorzien van een extra grote diameter, zodat ermee met voorslag gevist kan worden. Het derde punt, en tevens het allerbelangrijkste, is dat de blanks verstevigd zijn aan de binnenkant en daarmee ontzettend veel ruggengraat hebben en heel veel backbone hebben om die allergrootste zeebaarsen af te kunnen drillen.
Hopelijk geeft deze video je iets meer zekerheid bij het kiezen van de juiste kunsthaashengel voor het zout water. Mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze video, stel ze gerust. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.